Meneer DJ, hartstikke bedankt voor deze uitnodiging. Wij zijn hier nu in het rijkdom van de wereld van alle treinen. Maar allereerst graag een begin voor dit gesprek. Meneer DJ, dat is een uiteraard Franse naam. Wat heeft dat te maken met je Franse roots en zijn die er? En heeft dat dan ook iets te maken met deze treinen? Ik had een Franse moeder. Die was met een Nederlander getrouwd. Ik ben geboren in Duitsland. En we kwamen hier dus in Nederland terecht, want mijn vader was, die was dus naar Duitsland opgepakt. En om naar Duitsland toe te gaan, om die arbeidsuitzet te doen daar. Maar goed, het hele verhaal kort te maken. Daarna zijn we dus weer terug, dus via met petten, of tenminste richting Nederland. En daar hier een tijdje gezeten, maar ja, het was toch vrij slecht. Afhankelijk was veel eerder bevrijd dan in Nederland. Dus. Toen ben ik dus naar Bretagne toe gegaan, naar mijn oma toe. Daar heb ik dus op school gezeten enzovoort, dat is een hele verhaal. Dus ik ben eigenlijk een groot gedeelte in Frankrijk opgevoed. En vanaf wanneer dan afscheid van Bretagne en dan weer naar Nederland? En ja, waar was dat dan? Was ik een jaartje of ja, uiteindelijk, mijn vader was wel een Nederlander en die had op een gegeven moment natuurlijk wel een werkgelegenheid hier. En ja, de roots, of tenminste, hoe heet dat, het geld, het ding, ja, dat werd toch hier in Nederland. Logisch, maar hoe oud was je dat je de switch maakte? Oh, god, nou, toch een jaartje of 13 zo'n beetje. Ja, ja, de lagere school voorbij. De lagere school net voorbij, ja. Oké. Ja, toen kwam ik dus naar Nederland toe. En dan als je dan als 13, 14, 15-jarige dan hier zit en je hebt je eerste roots heb je in Frankrijk, wat vind je dan van Nederland? Nederland is een heel fijn land, maar als ik de kans had gekregen, ik heb het ook geprobeerd daarna, om daar dus te gaan wonen in Bretagne. En ik heb ook dus in die tussentijd, want mijn vrouw, of tenminste mijn moeder, die had een echtscheiding op een gegeven moment. En ja, die had er was al dat ze met iemand getrouwd had, die had daar een, een goede baan in Parijs. Dus dat was er ook dus zodoende dat ik dus in Parijs ook jaren heb gezeten. Daar. Dan is er een situatie dat je naar Parijs gaat en altijd weer een paar dagen benut om te gaan shoppen. Want dit verhaal wat we nu zien met Alse treinen en Alse sporen, Alse huisjes en alle infrastructuur, dat is Frans? Ja, ja, het is dus allemaal Frans. Al die huisjes die u hier ziet, dat is allemaal Frans. En werd dat opgehaald via koffers met de trein of werd dat met de auto opgepikt? Nee, ook gewoon met de trein. Ook met de trein? Maar later dus, later, kijk wel later, want kijk als je nog vrij klein bent, nou ja, dan heb je niet de huisjes, dan heb je van een locomotief. Maar het is allemaal later. Oké, okay. Wanneer is de laatste inkoop Parijs? Het is al, ja, het is meer dan dat is bijna 15 jaar terug, zo niet meer. Nee, wat zeg ik, 20 zelfs. Kijk. Ja. En daarna nog behoefte gehad om uit te breiden en dan wel eventueel in Nederland een aankoop te doen? Ja. Ook wel? Aha. En dat was allemaal competitor? Dat kon, ja. Dat kon ja. Ongestraft? Ja. Oké. Ja. Want alles wat hier staat, dat is dus de locomotief in ieder geval, dat is allemaal van Märklin. Aha. Het is allemaal Märklin. Ja, ja. Het is allemaal Märklin. De Duitse fabrikant. De Duitse fabrikant. Alleen dus de wagons, die zijn ook van Märklin, maar je hebt ze ook van een ander merk, van Lilliput, van Trix, en ja, ook andere merken. Oké. Okay. Frans materieel. Hè? Goed. We hebben het over meneer DJ, die is 4 jaar, die is 5 jaar, die is 6 jaar. Wanneer komt de eerste liefde met de trein? Was ik een jaar of 9? Want toen woonde ik toen de tijd, dus in Amsterdam. Ja. En daar is de liefde begonnen? Dus daar, ja. Dus in die tussentijd volledig afhankelijk ging. Daar is de liefde begonnen. Oké. Dan heb je 1 trein en een spoortje, mag ik zo aannemen. Ja, ja, ja? Ja. Dan ben je koning te rijk. Wanneer is het moment dat je en dat financieel kan waarmaken, maar ook dat je daar inderdaad zin in hebt om het uit te breiden? Hoe gaat dat? Als je geld hebt. Ja. Als je je zakgeld hebt gekregen, nou, dan ging je dus naar de...
bij Van Ende in de Kalverstraat of bij... Maar er was nog een speelgoedwinkel. En op een gegeven moment leer je daar dus... Er waren speciaal zaken, dus die hadden alleen maar treinen. Van allerlei merken weliswaar. Nou, dan ging je, dat was een jaartje of 14, 15. Nou, dan ging je... Dan praten we over de 50 of de 60 jaar. Ja, zeg maar de 60e jaar. 60e jaar, oké. Ja, 60e jaar. Okay. Ja, ja? Van je oma kreeg je wel eens een treintje aangeboden. Of, maar voor de rest, nee. Weet je die bedragen nog? Geen idee. Nee. Nee, weet ik niet. Maar het was wel een dure liefhebberij. Het was niet voor Jan met de pet, zeg maar. Nee, ik snap hem. En toen zelf... Nu nog niet hoor, trouwens. Maar zelf verdienen? Dan weer centjes? Ja. En dan meteen toeslaan? Dat was inderdaad, ja. Als je dus zeker de keren dus naar Parijs, dan ging je dus die zaken af. Ja, dan kocht je dan voor een paar honderd euro omgerekend, kocht je aan treinen. En zielsgelukkig terug. En dan? Dit is geïnstalleerd. Je vertelde me net, 3 of 4 jaar geleden die hier naartoe gekomen. Ja. Dus dit moest allemaal weer gedemonteerd worden op de oude plek. Om dat vervolgens hier weer te kunnen installeren. Ja, alles wordt, als je dus weggaat weer, ja. Dan betekent het... Maar dit is in modules gebouwd, hè? Dus dit is allemaal in gedeeltes. Oké. Dus je neemt het dus gewoon, kijk, je kan het ook zien, hè? Oh ja, hier zie je inderdaad. Ja. Dus dat schroef je dus gewoon los allemaal. Oh, en daar begint de volgende. Ja, en dan gaat het gewoon dus kleed meenemen. Ik heb een kennis, nou ja, die heeft een eigen bedrijf. En ja, die heeft... Een bestelbare schupten, nou, dat is zo niet gemaakt. Ja, nee. Begrijp hem. Met een paar detailveranderingen en dergelijke. Net al aangegeven dat je een paar jaar geleden verhuisd bent van locatie X hier naartoe. Dus dat betekent dat alles dan ook hier naartoe verhuisd moet worden. Hoe gaat dat in zijn werk? En is alles wat je had ook weer 1 op 1 teruggeplaatst? Niet helemaal. Er zijn altijd weer verbouwingen die je doet. Of tenminste... Dan denk je, nou nee, dat is toch, nou, ik doe het in een lichte bocht, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Het is altijd, nu ook, daar is dus een gedeelte van de stad. En daar, een klein stukje van de stad, die huizen die ik daar nog heb. Ja. Ja, zo, ja, qua inzichten zeg je, nou hier weer een paar. Zo. En heel grappig, moet dat dan een grote vrachtauto zijn waar alles in één gaat, of is dit in gedeeltes? Nee, dit is allemaal in gedeeltes hoor. Het zijn segmenten? Dit zijn allemaal segmenten. Ja, ja. Ja, en die treinen gaan gewoon in dozen. Ah, ja, ik zie hier een naad en ik zie daar een naad. Ja. Ik snap hem. Ja. Even een opmerking van de leek. Ik zie daar einde van de rails en die loopt niet door, die stopt daar. Klopt. Op het eind. Hoe stoppen ze? Hebben ze een buffer? Waar... Nee, ze stoppen dus niet. Want wat ik daar dus heb, dat stukje met die rails. Oh, wat grappig, dat uitklaptafeltje. Kijk, en hier, deze, die klap ik naar beneden toe en ze rijden gewoon door. Ja, ik snap hem. Smaak. Geweldig, ja. Ja, oké, duidelijk. Dus het is helemaal rondom. Het is helemaal rondom. Ja, nee. Dus deze trein, die gaat gewoon in de ronde, kan hier rijden. En op een gegeven moment kun je hem dus door middel van de wissels dus op de zijbaan laten komen. Dan komt hij hier te rijden zo. Verhuisd. Opnieuw geïnstalleerd. Nu op een bepaalde leeftijd. Ik denk dat je nu wel uitgeshopt bent. Of zijn er nog steeds wensen? Wat voor wensen zijn er bijvoorbeeld? Rails bijvoorbeeld. Dit kastje dat zit vol rails, wat gebruikt is. Dan denk je, nou nee, want als ik nou een langere neem, of meteen... Nou ja, goed. Er is altijd wel, dat ik ook, locomotieven dus minder. Maar er zijn er wel beurzen? Er zijn wel beurzen, nog. In Europa of in Nederland? Nee, gewoon in Nederland. Oh ja? Nou, die worden elke maand in ieder geval hier of daar een beurs. Dat is... Alleen nu met die corona niet. Nee, maar wat zijn dat voor beurzen? Zijn dat dan de... Kleine beurzen, dus mensen dus... Ik heb bijvoorbeeld ook een plaats huur daar op zo'n beurs. Aha. Van, ik kom eraan. Onderling verhaal. Ja. Niet de fabrikant die iets organiseert. Nee. Okay. Zijn er ook wel, want je hebt de kleine beurs in Houten. Daar zitten ook fabrikanten erbij. Okay. Maar winkeliers zitten erbij.
Oké. Wat betekent deze tijd ontspanning? Is dat elke dag ermee pielen, elke dag ermee sturen? Of is het een kwestie van eens per week sla ik wel toe? Nou, het is wanneer ik zin heb. Het kan op een gegeven moment elke dag zijn. Of als er een sluiting is, dat is het helemaal. Want ik wil het absoluut opgelost hebben. Ja. Sluitingen kunnen heel moeilijk zijn om die op te sporen. Ja, dat lijkt me ook, ja. Ja, dan is het... Hoeveel meter praten we over aan spoor? Geen idee. Nee, dat weet ik niet. Maar ik kijk gewoon naar de kamer, een meter of vijf. Ja, maar dat ga ik wel maal. Ja. 15? Kijk maar. Hoeveel sporen er zijn. Ja, dat zal best een heel leuk aantal stijgende meters zijn. Ja, dat is behoorlijk. Dat denk ik wel. Ja, dat is ik zie hier een gedeelte met auto's, of een paar dingetjes daar in ook. Nou ja, daar heb je ook weer zoiets, die auto's. Dat is ook, dat varieert van maar liefst 30, 40 euro per stuk. Krankzinnig. Terwijl je ze dan tweedehands, ja, als je het een beetje was, dan heb je ze natuurlijk voor een kraak. Ja, maar dit is een zogenaamde autoweg? Dat moet een autoweg gaan voorstellen, ja. Aha. Daar een tankstation, die staat op zijn kop. Oh ja. Er is de kat waarschijnlijk daar bovenop gekomen. Natuurlijk, ja. De SO. En daar een hoteltje, de Compagnie. Dus je ziet allemaal op zijn Frans, de Compagnie hotels. Die je ook in Nederland nu hebt? Die heb je ook in Nederland, ja, de Compagnie. Want ja. De Compagnie is ontdekt, het is een, net zoiets als Van de Valk. Ja. Zo kan je het, nou, iets minder luxe. Iets minder luxe. Ja. Maar prima eten en alles. En dat is met het rondreizen daarvan. Ik zie daar, zijn dat trafo's? Ja. En elke trafo stuurt geen wagon, maar een locomotief, of is dat per regel? Elke transformator kan, zeg maar, dit is nummer 11, dus dat is deze trein die rijdt. Ja, dus die kan ik dus laten rijden. En dan schakel ik bijvoorbeeld die locomotief in, dat is de 79, en die rijdt dan ook. Ah. Dus die kan ik kan 80 locomotieven op één transformator laten rijden. Waarom heeft u dan zoveel? Nou, kijk, weet je wat er mis? Want nu kan ik dus... ik hoef het niet te onthouden, want het staat erop. Oké. Okay. Dus nu heb ik nummer 79 en ik heb nu 27. Ja. Dan heb ik, en dan eventueel kan je de andere trein laten rijden. Want dit is nummer 27. Kan ik bijvoorbeeld 27 erbij nog eens doen, zo. Oh, die zal... Kijk, die heeft al, dan gaat die knipperen. Ja. Zie je wel, dus die is al bezet. Nou, oké. Dan, zo. Ja, en 27, die staat op een zijspoor. Die staat op een zijspoor. Oh, daar gaat de verlichting van die trein aan, Erik. Ja. Dus dat is, ja. Geweldig. Geweldig. Dus je kan dus rijden met dit, dus laten we zeggen, die twee treinen, die rijden dus de buitenkant. Juist. Hè, zeg maar. En dan hier, wat hier is, die rijdt dan de binnenkant. Oké, en de locomotieven die ik hier zie, dat zijn weer de oudere modellen. Dat zijn allemaal oudere modellen. De TGV-achtige. Ja. Oké. Okay. Dat zijn allemaal dus de oudere modellen. Ik zie ook op de grond een paar dozen met spuitbussen. Waar heeft u die voor nodig? Ja, spuitbus is bijvoorbeeld dit. Voor de decors. Je kan zien ook, dit zijn dus gekochte leidingen, ja. Bovenleidingen. Maar ja, dit zijn weer zelfgemaakte. Aha. En daar heb ik die spuitbus. Om het weer in de goede lak te gooien. Weer in de lak te doen. Nogmaals, imposant. Dank voor de uitnodiging. En het is weer iets heel anders om te presenteren aan ons kijkend en luisterend publiek.